lieve vrienden, en toen was de wereld wit door de hagelstenen. Ja, en dan hek mijn raam er ook nog uit. Ja, ook dat nog eens een keer. Nee, zegt ze. Ik wil er niet op. Je bent er al op. Lekker puh. Nou, dus. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbol. Wat vandaag is het vandaag, dat weet ik niet. Ik weet niet dat het de tweede is. Het is donderdag 2 december en 2021 en we leven om 13:22 uur. Ook is Jan er weer om met mijn poort verder te gaan. En ook... Ja, maar Rempel, is de glaszetter in aan, toch? Dus ik moet daar al even ruimte maken. Even mijn komeet weghalen, een paar ballen weghalen. Want ja, ik weet niet of dat kan blijven hangen, maar dat hoor ik wel. Zo is mijn komeet. En wel even weg. Ja, en die ene nieuwe bal. En Mary komt. Dus, ik ben nog niet eens met de meisjes uit geweest, ja... Rijka is in de tuin geweest, maar Elwing wil weer eens niet. Nee, die staat stom toe te kijken, maar wat doe je nou? Ik hoef er niet uit. Nee, laat me toch. Hé, Elwing? Elwing? Ja, hè? En dan heb je Rijka, die is een beetje aan het gek doen. Oh ja? Is dat zo? Dan komt tante Mirjam. Ja, je bent een schat. Kijk, ik heb kaarsjes. Sorry, mijn kerststukkie. Yay! Ik ging daar ook zo even mee aan de gang. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. En geniet gewoon ook met ons mee. Ja, lieve vrienden. En toen was de wereld wit door de hagelstenen. Ja, en dan hek mijn raam er ook nog uit. Ja, ook dat nog eens een keer. Jongen, nog aan toe. Grote hagelstenen, maar nog niet zo groot als een ei of zo. Of als een ping, hoe heet dat? Een golfballetje. Jeetje, Mina, wat erg. Wat is het te mekkeren? Ja, ik weet het. Ik kan er ook niks aan doen. Hé? Dat jullie ook nog moeten lopen. Maar ja, ik kan nou niet lopen. En vooral met dit weer niet, hè. En die grote, die wil de tuin niet in. En dat wil jij nog weer wel. Kielekeel. Ja, wat is er met die poot? Wat is er met die poot? Wat? Je bent een dikke kleine boef nou hier, oh. Gekke meid. Maar ja, ik ga mijn koffie op drinken. En Mary die heeft deze mooie tak gekregen van mij. Ja. Die hadden jullie ook nog niet gezien. Maar deze, neem Mary mee. En ze wist, ze wou hem niet mee. Neem ik ze, je neemt hem dan mee, want ik maak hem niet voor niks. Ze hangt er thuis maar op. Touwtje eraan en ze heeft heus ergens een touwtje. En anders heb ik dat dan wel. En dan kan ze gewoon ophangen aan een spijker. Je haalt ze gewoon even een tegeltje of een bordje of een plantje of weet ik veel wat weg. Ik heb niets hangen. Hé, niks hangen. Je hebt toch wel dingen aan je muur hangen? Nee. Nee, zegt ze. Ik wil er niet op. Je bent er al op. Lekker puh. Nou.
Dus. En je tong uitsteken doe ik ook wel eens hoor. Dat doen we allemaal wel eens. Dus. Maar ja, het blijft doorhagelen. Niet leuk. Maar ja. Ja, mijn is niet, die is boven. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En met dat rot weer. Echt, het is vreselijk. Maar ja, dat kan de pret niet drukken, wel? Rijka? Nee, hè? Nee, hè? Nee. Dus ik zou zeggen, tot later. Lieve vrienden, eindelijk met al een nieuw raam erin. Ja, hij is natuurlijk niet schoon. Nee, hij is een beetje wazig, maar dat maakt niet uit. Het is weer een nieuw raam, hij is heel en ik ben er blij mee. En schoonmaken, nou ja, dat komt wel weer in het nieuwe jaar. Ja, zeker te weten. Maar ja, ik ga zometeen ook even kijken op de buialarm. Kijken wat die ons te vertellen heeft, want ik moet nog met die twee lopen. En het is ook al 2:30 geweest, ja. En de tiet holt ik in schof dan hier zelf stil zit. Brompatje. 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 Hé, dames? Van het goede leven? Dames? Boefies. Ja. Lekker ding. Maar in ieder geval, ik zal de kopje ook even opruimen, want Cor heeft ook eventjes koffie gehad. Zo heet die man die mijn nieuwe raam erin heeft gezet. Dus ja, brengen we even samen nog naar de keuken. Ja, echt bizar dit weer. En het is glibberig, nou het is glad, zei die man. Dus ja, dan is het wel uitkijken voor mij. Ja, want ik vind dat eng. Ja, echt, ik vind het griezelig eng. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Het is nou helemaal wintertijd. En dan heb je dit, hè? Ja, dan heb je dit, hè? Rijka. Glibber de glibber. Ik kan de meiden natuurlijk wel even in de tuin laten, zolang het dit glibberige weer is. Want je kan beter vaste sneeuw hebben dan die glibbertroep. Wil je naar buiten? Doe maar. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Jij ook? Doe maar. Doe maar, ja, ga naar buiten. Goed zo. Voilà. Dag, meeuw. En ik, oh, kijk eens naar die lucht, mensen. Het is daar licht. En daar ook zelfs nog een stukje blauw. Waar ben ik nou? Nou zie ik het weer niet. Ik zo zie je blauw en zo is het. Ik zie daar duidelijk blauw, maar ik zie het niet door mijn camera. Ja, zoiets. Ja, een stukje blauw. Dus ja. Kijk, blauwe lucht, dat bedoel ik. Maar daarom is het weer zo donker als de neten. Ja, niet fijn. Maar oké. Okay. Hij is nu dicht. Zo. Maar oké. Okay. Die twee laat ik even lekker buiten. Kunnen ze eventjes ravotten en stoeien. En dan zien we het wel weer. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet maar lekker weer. En ja, misschien dat jullie er wat van houden om een glijbaantje te spelen. Ik in ieder geval niet. Dus ik zou zeggen, denk aan mij. Ik denk aan jullie. Geniet van jullie dag en doe het met een lach. En ja, heb je niks te doen en heb je nog geen kerstboom neergezet? Nou ja, grijp je kans. Ja, heb je gelijk wat te doen en je bent bezig en het is gezellig. Ja, je moet zelf een feestje van maken, want een ander doet het niet.